Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations met Sander van Gaming SB. Yep. De tijd gaat nu in. Het is voor Sander en mij alweer een hele tijd geleden dat we samen hebben opgenomen. Echt hoor. En binnenkort wordt het echt tijd dat je meedoet met een map randomizering. Ja, wordt het ook. Ja, als school eens een keer eventjes normaal doet. Ja, weet je, dat zijn gewoon belangrijke dingen en dat moet ook gewoon gebeuren. Maar uiteindelijk wordt het een keer tijd dat we gaan doen. Maar Nando en ik zijn er wel achter gekomen dat een bingo veel leuker is dan de gyms op volgorde doen. Oh, oké. Okay. Ja, want dat was wat jullie eerst hadden gedaan, toch? Met z'n tweetjes? Klopt. Daredevil, nou, dat gaan we niet doen, denk ik. Nee, jij bent niet zo'n Daredevil. Ik ben niet zo'n Daring Devil. Alhoewel, ik weet niet wat Gusty Garden Galaxy is, welke daar is. Dat is dat je aan die bloemetjes moet hangen. Met die, laten we dat maar voor zekerheid. Volgens mij is dat zit er ook purple coin dingen in. Maar dat kan best. Nou, voor de zekerheid pas ik in ieder geval die Daredevil comment. Dat is goed. Want ik ben niet zo'n devil en niet zo'n dare guy. Wat? Ja, zieke expose hier ook. Echt hoor. We gaan wel naar de Dusties toe. Ook hoe dat is. Ik vind die wel stof. Wanneer hebben ze hier voor het laatst gestoft? Never. Maak toch eens schoon, jij. Jij vuile bits. Oh, zo werkt dit. Oké. Okay. Wow. Ik hoef mijn vraag niet eens te stellen of hij was al beantwoord. Wat handig. Dat zijn handige vragen die beantwoord worden instant. Ja. Yeah. Dat is crazy, zou ik haast durven zeggen. Crazy guy. Heb jij nog iets van Arceus gespeeld eigenlijk? Nee, vrij weinig. Ah, ik ben dood. Dat is niet handig. Niet? Oh, oké. Okay. Nee, dat had ik nog niet door. Nee, ik zal je satchel even oppakken. Nee. Niet in Arceus. Ik ben in deze game dood. Dat weet ik. Ja. Ik maak er gewoon een grapje. Nou, ga even naar de Dusty Dust. Oh, naar de Dusty Dust. Ja, zeg dat dan, Sander. Ja, dat... Daarom zeg ik het ook. Ik denk, dan kun jij naar de Dusty Dust. Ja. Nou, nu is het wel. Shit. Je gaat hier niet naar de Dusty Dust. Dat klopt, ja. Ik haat het dat ik hier mijn camera niet kan draaien. Oh, maar dan doe je dat toch gewoon eventjes niet. Oh, vind je hem grappig? Nee, dat snap ik wel. Hoor ik wel vaker. Jij bent niet zo'n grabber game. Dat is niet waar. Nee, je bent wel vaak wel grabber game. Maar nu was ik niet zo'n grabber game. Nou, ik zeg net dat je vaak grabber bent en ze weer niet goed. Nou, dat is waar. Nou, niet waar dat het niet goed is, maar ik bedoel... Je hebt... Auw! Wat gebeurt er in? Nou, niks. Oh, niks. Hij zegt heel hard ouwe. Nee, waarom ga ik niet om? Ik wist ook niet dat je daarin dood ging. Die telt niet. Die telt zeer zeker. Nou. Doe ik weer de verkeerde. Ik heb net letterlijk verkeerd gedaan. Toen dacht ik, ja, laat ik het nog een keer verkeerd doen. Ja, nee, Sander, je bent zo'n slimpy guy. Dat voelt wel als een soort Sander ding, ja. Ja, nou, vind ik niet. Ja? Nou, misschien ook wel, dat weet ik niet eigenlijk. Ik ken hem niet. Het zal vast wel een aardige guy zijn hoor, daar niet van, maar ik ken hem gewoon niet. Een beetje een rare jongen. Zo'n crazy guy! Ja, zo'n crazy guy, inderdaad. Ja. Oh, je kent hem dus wel. Ja, ik ken van die mensen. Dat zijn toch crazy. Dat zijn van die... Nou, dan heb je meteen door, zeg maar. Precies. Als je één zo'n guy kent, dan ken je ze eigenlijk bijna meteen allemaal, zou ik haast durven zeggen. Nee, ga nou niet in dat ding. Dat was niet de bedoeling. En wat nou als je dat wel wil? Nou, dat heb ik door, ja. Oh, er was ook nog zo'n race, hè? Ja. Dan moet ik zeggen, dat is van mijn scherm ook niet echt af te lezen, hoor. Oh, gelukkig.
Dat maakt het iets minder erg misschien. Nee, ik wil niet dood. Nou ja. Niet in deze game. Ik wil niet dood. Nou, wil ik eigenlijk wel niet dood. Dat ziet u in de volgende aflevering. Als die er is, want als je dood bent, nou, dan zal er geen nieuwe aflevering komen. Ja. Dit keer ben ik niet van Nando in aflevering aan het stikken, dus dat is al heel gunstig. Hé, hey, dat is ook voor het eerst. Nee. Dit is... Het gebeurt één keer en deze guy meteen hating. Oh, ik ben niet dood. Ik ben wel zo'n hater. Ja, kut. Ik ben wel dood. Ja, dat wist ik al. Kut, dan moet ik het hele fucking fuck level weer opnieuw doen. Dat is niet fucking handig. Nou, dat is zo'n coining. Oh. Fijn, zo'n leventje. Het is alleen jammer dat ik er daarvoor nou weer precies net dood ga. Nee, grapje. Maar, het was wel een Sander move geweest. In de beestje, nee. Oh, hé. Hey. Dat mag alleen ik zeggen. Volgens mij heb ik, is dit degene die ik net gemist heb. Kut, sorry. Ja, Mario, wow. Ik snap dat je niet tegen de stroom in kan, omdat je loser bent. Maar toch wees niet... even geen loser. Dank je. Ik ben even geen loser, boy. Hij doet het echt. Crazy guy. Kabooming. Hé, hey, moet je wel die coin oppakken? Maar Sam, jij bent toch wel zo'n... Jij bent toch zo'n... Big Time Rush appreciator? Nou ja, ik ken wel wat nummertjes van ze. Mm. Heb je het allernieuws, dat nieuwe nummer bij een, door, van een comeback geluisterd? Au. Nee. Nou, misschien wel. Ik weet het niet. Too much pressure. Sorry. Under pressure. Nee, zo gaat het niet. Nee, dat is een ander liedje. Dat is een ander liedje. Under pressure. Ook wel een banger, al zeg ik het zelf, maar... Booming. Alsof het liedje van mij is ook echt. Al zeg ik het zelf, ja. Nee, ja. Helemaal zelf uitgevonden. Klopt, ja. Ja. Mijn bijnaam is ook wel... Crazy guy. Queen. Ik weet niet of dat nou zo positief is, bedenk me net, maar... Nou, ik herken die bijnaam bij jou wel. Ja. Nee, je mist het drama een beetje, zeker. Ja. Wow. Hij noemt me nu officieel gewoon drama queen, hè? Het staat op building. Dat klopt, ja. Heen. Dat heb je lang niet gehoord, ding, of wel? Nee, dat is een beetje jammer, ja, dat ik dat zo lang heb moeten missen. Maar ik ben blij dat ik het nu hoor. Ja, precies. Jij denkt eindelijk weer goede Engels. Echt hoor. Engels zing eigenlijk voor de echte experts onder ons. Oh. Oh, dit gaat fout. Is dit Armor Was Right? Want dit gaat fout. Nee, dit gaat echt fout. Oh, valt mee. Oh, jij liegt beest in. Ik wist toch niet dat daar zo'n dingetje zou zitten. Hoezo wist je dat niet zo'n ding? Ja. Ik wist het wel, hoor. Ja? Welk dingetje bedoel ik dan? Ga ik niet zeggen, anders weet jij het ook zo. Ja, ik weet het nu ook al. Ja. Inmiddels. Inmiddels één. Au, nee! Mario, nee! We gaan het nu eventjes goed doen, Mario. Dat is wel goed. Ja, nee, goed genoeg voor mij. In ieder geval. Als je nu ook nog eventjes zo'n speedy Sonic boy kan wezen. Maar we spelen Mario alleen. Ah, ik heb dus gewoon 10 minuten dus gedaan over dit level. Dat had echt niet gehoeven. Same. Miauw, miauw. Nou ja, niet over dat level waarschijnlijk. Want ik weet niet over welk level je het hebt. Hoe ver ben je eigenlijk met deze game? Ik moet nog 20 sterretjes. 20? Hoeveel moet je in deze game überhaupt? 60. 60? Yo, dan zit ik al op de helft. Huts. Nou, het is alleen jammer dat ik dan
toch weer 30 minpunten heb. Maar... Ja, nee, dat is wel jammer. Ah, Mario, wat doe je? Nee. Wat doe je, zei ik. Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Yo, is dat Isabella? Was dat? Dat klopt, ja. Nee, het is volgens mij. Ik het. Schijnbaar wel, dus. Wat doe je? Crazy. Zal ik je dat eens vertellen? Crazy guy. Oh. Oei. Oh. Dat nee, het is een switch, dit. Nee? Vond je die nee. Leuk? Wat? Nee. Oh, you! Ah, got it! Dat was een good grapje. Het is jammer dat je er zo laat achter kwam. Ik moet even denken wat zij. Nee! Mario, dat is niet hoe ik wilde dat jij deed. Wat? Ja, ik ben zo lang over dit leveltje aan het doen. Voor niks. Dom ben. En I hating daddy. Nee, Mario. Nee, Mario. Jawel, Mario. Hij had ook al mogen neeën. Voor mij. Maar hij deed niet. Nee, dat had ik door. Dat had je mij in principe... niet hoeven te vertellen. Ik vind het wel fijn dat je het gedaan hebt. Want het was gewoon heel lief van jou. Ik ben zo lief. Je bent gewoon zo'n lief guy. Ing. Oké, kijk. Dat ging al beter. En dus. Oh, dit is echt een kut. Dit is best een nalef. Laat ik het zo zeggen. Haar kut. Ik zie de gelijkenis niet helemaal. Ik word er wel blij van hoor. Nee. Flauw. Ah, you are so funny guy. Ja, sorry, ik hou wel van poesjes. Ja. Oh. Oh. Ik ben nu al verkocht. Ik wil die kat die je daar hebt, die wil ik hem. Maar heb ik een kat? Ik hoorde miauw, dus het zal vast. Dat was ik. Jij wil dat was jij. Anders. Dan wil ik jou hebben. Dit is zo kut. Oh my god. Nou, sorry. Nee, ik bedoel dit level. Oh. Oké, okay, ik heb 31 staring chinks. Staring chinks? Ja. Hoe kom je aan nou weer staring chinks? Ja, weet ik niet. Ik ben crazy. Je bent een crazy. Ik heb geen zin in Dusty Dune. Maar het moet. Wat moet, zeggen sommige mensen. Sommige mensen in. Sommige mensen in, dat zeg ik. En vooruiting. Niet verwarring met fruiting. Vooruit. Of vooruit. Of. Nou, nee, dat waar. Oké, okay, I can do this. Ja. Jij kent dat, Sandring. Ik geloof in jou. Want Milan gelooft in mij. Hij ziet toekomst. Of zo. In onze alle boot. Oké. Okay. Niet doodgaan? Please. Dank je. Full health. Kabooming. Oh. Kwam er nog een guy in. Dat ging heel soepel. What the freak. Ik vind het echt zo soepel was, joh. Zo. Ben je het echt niet soepeling, Sandring? Heb je mij ooit zien sporten? Nee. Nee, maar nu zie je, heb je jou überhaupt niet vaak gezien. Dus ik weet niet of dat nou helemaal... Nee. Nou ja, dat je mij niet ziet sporten is ook niet heel gek, hoor. Ik heb je al een keer zien zwemmen. Nee. Zien zwemmen, maar ik zeg het niet. Dat is wel een leuking. Nou, dat is nog wel oké.
Oh, moet ik nou met zo'n ding gaan werken? Ja, het ding is een kut, hè? Ja, want die gaan te snel voor mij. Too fast and too furious. Nou. Dat... Jij wordt furious straks. Nou, dat valt niet. Boost. Nee. Nijdig. Zou ik het bijna durven noemen. Maar was Rick's Subathon al afgelopen of niet? Nee. Oh, want hij had nog maar 30 seconden toen hij in de achtbaan ging. Oh, wat? Ik heb vandaag helemaal niet kunnen volgen. Ik was druk bezig met niks doen. Ah, hadden we nog wel... Oh nee, ik kan het zeggen. Hadden we wel wat afleveringen kunnen opnemen, maar dat is niet waar. Nou, ik was niks aan het doen op stage. Zo leuk. Naar je stage, dat je niks aan het doen was? Nou ja, stage weet dat gewoon hoor. Dus. Die was erbij. Die was erbij. Ja. Crazy. Het enige nuttige wat ik daar heb gedaan was taart eten. Want een guy was jarig. En niet een guy. Een lerares was jarig. Dus dan heb ik taart zitten. Taart eten is ja. Altijd goeie. Ja, het was inderdaad een goede taart. Dat ga ik zeker. Ga ik eerlijk over zijn? Oh, en. En, het is een super funny verhaal. Ik heb zelf dus geen sleutel van het kabinet waar we in zaten. Waar we in zitten, met Exact. En Exact gaat dan voor wiskunde, natuurkunde en biologie. En op een gegeven moment ging de laatste docent die daar was, die ging daar weg. En ik, weet je, ik zat niks te doen, een beetje muziek te luisteren. Want we waren beide bezig, weet je wel. Dus, zij gaat gewoon het kabinet uit, oké? Okay? Niks aan de hand. Op een gegeven moment dacht ik, oh, mijn flesje is leeg. Laat ik wat drinken pakken. Ik probeer die deur open te doen. En toen bleek die dus op slot te zitten. Was je opgesloten? Ik ben gewoon opgesloten. Nice. Dus als het brand was, was je nu dood? Ja, nee, zeker. Dus, ik echt... 5 minuten later komt er iemand van bio. En die ziet mij zo zitten, dus die denkt, het kabinet is open, weet je wel. Ja. En die doet zo die deur open en die kijkt heel verbaasd, waardoor hij me vervolgens uitlacht. Ja. De deur open doet en ja. Gewoon compleet dubbel ligt van dat ik lag opgesloten. Het was wel funny, though. Maar voor de rest heb ik niks nuttigs gedaan. Maar het was toch gezellig op je stage. Het was wel funny. Nou, het had gezellig. Ik was het dus ook... Van de stage waren 2 mensen ziek, zeg maar, van de stagiairs. Dus normaal, dan zit ik echt in het kabinet met altijd wel iemand, weet je wel. Maar vandaag had ik en niks te doen. De regels. Nou, ja, dat had ik wel gedeeld. Oh, zo. Ja, ik snap, I got him. Nee, maar normaal, dan heb je wel iemand om tegen te lullen of zo, weet je wel. En dan dus ik ben met meerdere stagiaires. Maar ja, nu waren 2 van de 5 ziek. En eentje kwam alleen maar voor de eindbijeenkomst van stage. Wat op een woensdag is, ondanks dat we officieel gezien woensdag helemaal geen stage hebben. Crazy. Maar je had vandaag geen stage. Nee, daarom had ik ook geen lessen gegeven of iets. Maar ja, hè? Dan veranderde de boel weer. Jij was wel zo boos in. Nee, ik was niet boos, ik was er gewoon klaar mee. Nou kijk, in het begin in de ochtend is het niet zo erg. En toen hoorde ik dus, yo, er komen 2 mensen niet. Toen dacht ik, ja, fuck mijn leven. Snap ik. Toen voelde ik hem al aankomen, dat ik alone niet zou zijn. Nou ben ik dat gewend, dus dat is in principe, nee, flauw. Ja, maar het is toch heftig als je weer op de feiten wordt gedrukt. Ja, nee. Zeg maar, ik weet het, ik ben het gewend, maar is dat wel weer... Op zich wel redelijk een tijdje terug dat ik echt lonely was.
dat is niet waar. Lonely. Mario, dankjewel voor het overleven. Nee! Ik zei nog zo dankjewel en dan wat doet hij meteen weer? Meteen doodgaan en zo. Flauw. Ja, doodgaan, daar ben je niet zo fan van, hè? Nee, toch niet. Nou, in videogames dan. Sorry. Kan die? Is dat nog? Jawel. Op mijn kanaal kan heel veel zijn. Oh, oké. Okay. Ja, oh ja, tuurlijk. Je hebt Justin. Ja, tuurlijk. Nou ja. Die is al jaren niet meer op mijn kanaal geweest, maar... Nee, maar die video's staan nog wel online. Ja, dat klopt, ja. Die heb ik wel in een oude meukenschap dingetje gedaan, maar... Ja, maar ze staan nog online en daarvoor weet ik dus dat het kan. Ja. Ik weet niet hoe edgy Justin is met bepaalde dingen, maar... Nou, ik denk dat niks is te heftig voor Justin. Niks? Nee. 18? Dat is wel heel fout. Very grabby. Doedens, ja. Wauw. Sorry, ik ben in een slecht humeur. Meen je dit? Nee, dit moet je op tijd doen? Humor. Slecht humor bui bedoel ik. Nee. Nee. Mario, niet dood. Nog even en ik heb wel zo'n slechte humor en humeur. Dat wil ik niet. Nee, dat snap ik. Ik ook niet. Dus zorg even dat Mario meewerkt. Mario werkt mee. Oh, nee. Ja, je moet schijnbaar dit dus ook nog op tijd doen. Wat een... Wat een hele bullshit. Als je zo'n boel hebt, dan is hij aan het shitten. Writing nowing. Zoals ze dat in het Engels zeggen. Hé, hey, ga er eens op. Writing now in. Ken je dat? Oké. Mario, speedy boying. Speedy boy. Dat is niet speedy boying. Jawel. Ik ben niet tevreden. Het gaat zo niet op tijd. Oké. We hebben nog 2 minuten, Sandring. Ja, dat is het probleem niet. Oh. Het is vooral de tijd dat dat ding weer naar beneden zakt. En dan kan ik weer niet bij de staring komen. Oh, je doet zeker Dusty Dune, of niet? Ja, dat... Ja. Dat is waar ik de vorige aflevering van zei dat ik nog echt een kut galaxy vind. Nee! Do that, Sandra. Oh, ik was er echt bijna. Soms, dan denk ik wel eens... Ik wou dat ik niet debiel was. Dan vraag je wel om veel. Weet ik, maar... Ik heb het gewoon zo graag een keer gewild. Ik hoor anderen altijd dat het super chill is en zo. Ja, dat ook wel eens. Maar ik mag het niet meer van. Als het bestaat. Wil je spoiler of niet? Want het laat ik het zo. Ja, ik wil gewoon graag gespoilerd worden in dit opzicht. Ja, dan zal ik je wel wat ik doe. Oh, oké, okay. Nee, dat is mooi. Dan kom ik later terug. Misschien dat hij een... Moet ik een bericht in de voicemail spreken? Of... Luistert hij die niet? Want sommige mensen die luisteren een voicemail. Ik luister toevallig een voicemail niet. Dus precies. Dat moet wel. Mian is God confirmed. Yo, ik heb zo'n ster. De tweede deze aflevering. Sandring met trotting op jou in. Wel echt precies als de timer volgens mij ook afgelopen is. Bijna, ja. Oké. Speedrun. Sterren erbij krijgen. Ja. Aandrukken. Aandrukken. Ja. Aandrukken. Ja. 7. Nee. Want dat kost alleen maar tijd. En dus die doen. Fly. Hoe lang hebben we nog? Ik ben druk, maar nog 13 seconden. Oké. Dat was heel ziek.
Want nu heb ik alle tijding. Glooming. Lekker sunburning. Oké, okay, Sunbaked Sandcastle. Oh, volgens mij is die echt irritant. Ik kan me nog herinneren wat heb ik nou, dat ik irritating vond. Wat vond jij irritating? Deze game mode. De level. Ah. Oh, niet gepletterd worden alsjeblieft. Sander, kun je dat toevallig aan? Ik heb 6 levens. Daar ben ik wel blij mee. Ergens. Booming. Want dan kan ik damage taken. Of zo. Ja. Sundering, tekening de damage. Tekening? Nee, taking. Oh, wacht, dat is ook nog echt Engels ook, joh. Wow, joh. Dat is zo'n Engels leenwoord uit het Engels. Yo, Engels alleen worden uit het Engels, ing? Die vind ik een beetje crazy. Dat is je ook. Vind ik eng. Misschien zelfs. Sunring, ik ben gewoon alweer klaring. En raad eens wie er weer moet wachten. Kaboom. Jij, ing? Ja. Oh, ik ga... Zo hard... Niet dood, hoop ik. Nou, dat zijn... Dat is wel jammer dat ik die muziek niet hoor. Because Mario do be having the music in. Oké, volgens mij was hier. Of was het. Nee. Waar is Mr. Kirsting Boying? Nou, niet hier. Kirsting Boying? Kirsting Boying. Oh. Zo, die dry bones, eh? Guy? Ken je die? Nou, die is gone, eh? Since you've been gone, I can't breathe for the first time, eh? Yeah, yeah! Thanks to you, you! Oh, dat was zonde. Oké, ik weet nu wel waar die zit. Oké, als we dus blauw hebben... Dan moeten we naar links. Oké, als we dus rood hebben, dan moeten we dus naar rechts. Ja, rechts. Naar voren, naar achter. Nee. Ben je vergeten? Dat is toch de snollele bolletjes doen. Ja, nou daar word je echt niet blij van. Nou, beter dan Leeuw Kleine. Of je moet van huiselijk geweld houden, dan zou ik toch voor Leeuw Kleine gaan. Niet helemaal mijn genre qua muziek. Kan aan mij liggen. Kan aan mij liggen. Je kan since you've been gone. Ing, 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 ing. Nou. Moet ik eerst helemaal wachten tot het zo gaat. En dan doe ik zo. Loop, opnieuw en dan kan ik naar de loop. En Milan weet nu precies wat ik bedoel. Nee. Nee, dat dacht ik. Because that's the way of living. Ik ben ondertussen een belastingaangifte aan het doen. Ik ben auto wassen. Auto aan het wassen, inderdaad. Dat deed me denken. Bij Nickelodeon had je toch ook altijd zo'n filmavond of dag. En dan op een gegeven moment had je dan van die reclames. En dan zei hij, je kunt nu even gauw je auto wassen en zo. Dat zei hij altijd. En dat weet ik nog. Dat was crazy. Crazy. Maar niet zo crazy als deze boy. Ik wees deze boy niet aan, maar ik bedoelde deze boy. Voor de mensen die dat niet begrepen. Ben je al een beetje aan het einde van het level? Ik heb geen idee. Eerlijk gezegd, moet ik deze guy verstaan?
Waarschijnlijk wel. Nee, waarschijnlijk niet bedoel ik. Oh, waarschijnlijk wel. Gaat hij gewoon TikTok zitten kijken? Dat is wel ziek. Nou, ik dacht ik moet er iets. Nee. Nee, ja, ik snap het. Ik snap in. Jij snap in? Hoe krijg je die ding al deze baan? Oké, okay, Milan, help. Als je wil dat het niet lang duurt. Ja. Ik heb die kokosnotings. Ja. Hoe krijg ik die kokosnotings op de andere baan? Ik heb het even niet voor me eigenlijk. Ah. Ik heb hier van die kokosnotings op zo'n planeting. Ja. En ik wil die kokosnoting op die andere planeting, want daar is de boss in. Of, nou ja, ik weet niet of het een boss is, maar daar is een guy die ik moet verslaan. Dan moet je, zo, ja, die moet je er gewoon met een, met je spin, zeg maar, moet je die naar de andere dings verslaan. Nou, oh, dat moet specifiek hier. Ah, oké, okay, ik snap hem. Nou, dat werkte niet zo goed als gehoopt. Dat werkte wel redelijk goed als gehoopt. En dat werkt ook redelijk. We moeten niet in het drijfzand gaan. Wat een guy. En het is niet eens een guy. Zo erg een guy is hij. What the freak. Oké, okay, waar is die guy? Oh, daar. Oei, poef. Oh, ik hoef hem maar één keer te raken. Nee, toch? Nee, wat is de pokepummel of? Ja. Ja, die hoef je niet zo vaak te raken, nee. Hé, hey, moet ik wel raking doen. Zijn ring raking hem? Ja, kabooming. Ik denk wel gewoon 3 keer trouwens. Ik wil niet haten. Deed ik ook niet. Oh. Kabooming. Of moet ik... Oh, kijk zo. Ik snap. Ik had hem maar 1 keer moeten raken en toen meteen op zijn bakjes moet springen. Moet ik nou dit hele deel ook nog? Holy damn, wat een lang level, Jane. Heb je fall damage in deze game? Nee. Mooi. Was ik inmiddels eigenlijk ook zelf wel achter, maar... Vraag het dan niet, jongens, Kees. Ja, dat wist ik toen niet. Toen ik de vraag begon te stellen, toen wist ik het nog niet. Toen ik de vraag had gesteld, toen wist ik het. Leuk. Jij kijking de F-leven ringing, maar trugging. Want geezing. Noem ze een beesting, zijn ring. Nee, dat wil ik niet. Ik wil mijn beesting zijn. Oh, niet doodgaan, Sander. Dankjewel. Ik luister naar mezelf, lief van mezelf. Oh, dit gaat helemaal niet goed in. Denk ik. Alhoewel, nou, het kan nog net goed gaan. Misschien als ik een beetje gelukking heb. Please, alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Ik wil niet helemaal opnieuw. Alsjeblieft. Ja, toch wel. Oh. Wat chill, man. I having some staring. Weet je wat we nu kunnen? De aflevering afsluiting. See! Oké. Okay. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit nou een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. En ga zeker ook naar Sander's kanaal, want hij is een coole boy. Tot de volgende keer. Adios, amigos.